Een half miljard. Voor dat bedrag heeft het Nederlandse bedrijfsleven afgelopen week deals gesloten in China tijdens het staatsbezoek. Nederlandse economische grootmachten als Albert Heijn en KLM hebben vandaag een grote slag geslagen. Op de laatste dag van het staatsbezoek zag koning Willem-Alexander hoe deze en andere bedrijven een overeenkomst sloten met Alibaba, de grootste webwinkel ter wereld. De oprichter daarvan, Jack Ma, lijkt een klein mannetje, zeker zo naast onze koning. Maar dat is hij allerminst. Hij is een van de rijkste mensen op aarde. En volgens hem smachten zijn landgenoten naar de spullen van onze bedrijven. Products like what? Well, make-up powder, cheese and flowers. And I think a lot of also the craftsmanship. Ja, wij denken dus daar een grote slag te slaan. Slaan de Chinezen slaan misschien wel veel grotere slagen hier in Nederland. Want al jaren wordt er gewaarschuwd voor de kapitaalkrachtige Chinees op overnamepad. En verschillende Nederlandse bedrijven die vielen al in Chinese handen. Daar ga ik over praten met oud-NOS-correspondent en China-deskundige van instituut Klingendaal, Gerrie van Pinksteren. En met Dirk-Jan van den Berg. Hij is nu bestuursvoorzitter bij Bloedbank San Quan. Maar daarvoor was hij jarenlang werkzaam bij economische zaken. En ook oud-ambassadeur van Nederland in China. Welkom. Hier gaan we over praten. En eerst natuurlijk over het staatsbezoek. Want er is veel gesproken over die half miljard aan opdrachten en overeenkomsten. Die twee pandas ook die zijn opgehaald. Is dat een aardig resultaat of niet? Ik denk dat je naar het geheel van de missie moet kijken. En dan hebben we daar een groep uitstekende Nederlandse bedrijven gezien. Een zeer enthousiaste koning die dat gezelschap met verf heeft aangevoerd. En ik denk dat dat plaatje echt een succes genoemd mag worden. Het plaatje van de enthousiaste koning naast de enthousiaste Jack Ma blijft me ook altijd bij. Hè? De grote en de kleine, maar twee toppers. Ja, er is niets aan te doen. De Chinezen zijn al gemiddeld genomen wat kleiner dan wij. Maar, Gerrie van Pinksteren, is dat, als je het gewoon puur op de merites zou beoordelen, is het dan, afgezien van dit verhaal, ook belangrijk dat daar een half miljard is opgehaald? Dus is dat ook qua bedrag een succes? Je moet altijd nog even zien wat er uiteindelijk precies van wordt. Hè? Dus en dit zijn natuurlijk ook een beetje contracten die over een langere tijd zijn opgespaard. Die allemaal opgespaard zijn om bij het koninklijk bezoek dan mooi te tekenen. Hè? Dus naar die cijfers kun je nog ook wel kijken van wat is het nou precies. Maar juist zoiets als met die Jack Ma is wel heel interessant. Want we zien hier natuurlijk alle Chinese toeristen komen hier melkpoeder kopen. Want ze vertrouwen hun eigen melkpoeder niet. Ze vertrouwen niet dat daar niet mee geknoeid zou zijn. Dus ze willen liefst direct uit Nederland melkpoeder kopen. Dat is gewoon de echte betrouwbare kwaliteit. Dat is de echte betrouwbare kwaliteit. Daar wordt zoveel melkpoeder hier ingekocht door Chinezen dat wij er bijna een tekort aan hebben gekregen een tijdje. Dat je maar 2 pakken melkpoeder mocht kopen. Ja. En dat die beperkingen er waren. Dat is, dan kun je je wel voorstellen dat als zo'n portaal werkt, zo'n internetportal, en als mensen ook vertrouwen dat wat ze dan via Alibaba kopen inderdaad dezelfde producten zijn die ze in de winkel in Nederland kopen. Dat moet zich nog even bewijzen. Dat daar inderdaad een heel grote markt voor is. Want mensen kopen hier bijvoorbeeld ook heel graag tandpasta of shampoo of allerlei artikelen. Maar laten we nu even de omgekeerde situatie gaan bekijken. Hè? Want dat hele verhaal over, ik zei het al, een beetje bombastisch aangezet. Hè? Maar toch de Chinezen op overnamepad in Nederland. Laten we maar eens even kijken naar een compilatie. Al sinds jaar en dag hebben de Chinezen grote belangen in de Rotterdamse haven. Bekendste voorbeeld ECT. Dit grootste containeroverslagbedrijf van Europa is bijvoorbeeld in Chinese handen. Dat geldt ook voor de oer-Hollandse drooggisterijketens Kruidvat en Trekpleister. En recenter deden Chinese bedrijven nog meer overnames, zoals de verzekeraar Vivat, onderdeel van SNS Reaal, en betaald voetbalclub ADO Den Haag. Ja, dit heb je zo op een rij gezet. Die rij had aangevuld kunnen worden. Maar wat denkt u als je dit bij elkaar ziet? Zijn de Chinezen op overnamepad in Nederland? Nou, de Chinezen zijn bezig met te zorgen dat hun productie in de waardeketen omhoog gaat. Dat wil zeggen, ze willen meer toegevoegde waarde creëren voor hun economie. En dat is nodig omdat hun bevolking heel snel tempo vergrijst. In 2050 is ruim 1/3 van de Chinezen ouder dan 60 jaar. Hoe moet je daarvoor betalen? Dat kun je alleen maar doen door het inkomen per hoofd van de bevolking zo snel mogelijk omhoog te krijgen. En daarvoor moet je in de waardeketen omhoog. Dat kun je allemaal zelf gaan bedenken. Maar veel handiger is het om wereldwijd te gaan kijken waar je dat gewoon kunt kopen. En dat betekent dat niet alleen Nederland, maar heel Europa, Noord-Amerika, Canada, andere gebieden waar interessante acquisities mogelijk zijn, zeker serieus door de Chinezen zullen worden bekeken. Dus Nederland is ook belangrijk. Overigens speelt ook mee het nieuws van vandaag uitgebreid overal natuurlijk ook de 1-kind-voor-2-kind politiek. Om die vergrijzing tegen te gaan. Ja, maar dat zal niet in een paar jaar tijd 400 miljoen Chinezen goed maken. Maar ja, wat het gaat opleveren om in Nederland te investeren, dat weten we ook niet precies. Althans, we kunnen wel naar cijfers kijken. Dan krijgen we een beter beeld. Laten we even kijken. Eerst naar Chinese investeringen in Europa. Kijk, als we dat zien, dan zie je vanaf 2000 tot 2014 bijna verdubbelingen. En dat is, de verwachting is dat het nog omhoog zal gaan. Dan denk je, oké, veel Chinese investeringen in Europa, dat is enorm toegenomen. Dan heb je een volgend plaatje, zijn namelijk Chinese investeringen in Europa per land.
En daar staat Nederland inderdaad hoog. Als je niet meer ziet dan dit, dan denk je, nou, Nederland op de derde plaats in Europa. Boven een groot land als Duitsland, dat lijkt veel. Maar dan zien we het laatste plaatje. En daar kunnen we het volgende op zien, namelijk welke landen investeren in Nederland. En dan zie je dat Amerika met ruim 20% ver uit de grootste is. En dan zie je opeens China 0,43%. Ja. Dat lijkt dan heel klein. Hoe kan dat dan? Het is ook nog relatief klein. Ja. Het is op dit heel moment klein, relatief beperkt. En ook de bedrijven die... een aantal van die bedrijven worden geteld als Chinese bedrijven, omdat ze uit Hongkong komen. Hè? Dat zijn een aantal grote investeerders geweest. Maar die zijn, dat is nog wel een beetje anders dan uit de Volksrepubliek. Maar sowieso, als je kijkt naar wat er nu aan werkelijke investeringen uit China is, is dat nog beperkt. Maar nog beperkt, dat duidt erop, als u dat zo zegt, dat gaat heel snel in rap tempo groter worden. Ik vermoed dat het nog wel sterk gaat toenemen. Eigenlijk ook door iets wat naast dat verwerven van technologie en ook bijvoorbeeld van distributienetwerken in Europa, hè, dat is ook een belangrijk ding, is er nog iets anders wat je nu ziet gebeuren. Is eigenlijk juist doordat de Chinese economie niet zo groeit als dat China zelf ook wel zou hopen, zit er heel veel overcapaciteit ook in. En bijvoorbeeld ook in, er is heel veel capaciteit in het aanleggen van hoge snelheidslijnen voor treinen en zo, in het aanleggen van wegen. Dus China is met een plan gekomen, dat noemen ze één gordel, één weg. En daarmee proberen ze China te verbinden met Europa. En dat onder meer in Engeland gaan ze bijvoorbeeld ook hoge snelheidslijnen aanleggen, maar om dus heel veel infrastructuur erin te leggen, om ook te investeren in energie, in landbouw, in allerlei zaken. Eigenlijk ook een beetje om deels de overcapaciteit die er in China zit, om die bijna te exporteren. Hè? Om te kijken of ze vooral, dat richt zich sterk op Centraal-Aziatische landen ook, maar ook op Nederland. Maar nu ook op Nederland. Bij Nederland denk je toch meteen aan de haven. Toen ik die cijfers zag, toen werd ik met de neus op de feit moet ik eerlijk zeggen. Want ik dacht dat het veel groter zou zijn, het aandeel van de Chinezen. Kijk, met name door die haven. De haven is namelijk eigenlijk een heel interessant verhaal. Want China heeft er wat in gedaan, niet bijzonder veel. Maar China heeft vooral heel veel gedaan in de haven van Griekenland, in Piraeus. Ja. En als je kijkt naar de kaart, is dat ook veel logischer. Die haven van Rotterdam is gericht op, ook was natuurlijk altijd sterk transatlantisch gericht. Juist op de andere kant, op de Verenigde Staten. En als je kijkt naar waar het zwaartepunt in de economie een beetje begint te liggen, dan is die haven van Rotterdam misschien wel voor de Chinezen niet de allerinteressantste. Omdat die een beetje te ver af ligt. Nee, maar China is met een politiek bezig die voor Nederland op een bepaalde manier gaat uitpakken. Althans, het aandeel Chinese investeringen wordt hier groter. Chinees op overname op pad, dat zal ook meer gaan toenemen. Hoe erg is dat? Ik denk dat het niet speciaal erg hoeft te zijn. Het is zo dat als je kijkt naar de eigendomsverhoudingen bij Nederlandse bedrijven, dan vind je een heleboel buitenlandse investeerders die in Nederland actief zijn. Zonder dat het weten vaak. Gelukkig maar. Nederland is namelijk ook heel erg actief in andere landen met investeringen. We hebben nogal goed gevulde pensioenfondsen, ook al denken we af en toe dat dat allemaal een heel groot probleem is. Feit is wel dat er honderden miljarden in het buitenland worden uitgezet. En je mag niet hopen voor onze pensioenfondsen dat we dan ook dit soort discussies hebben over die Nederlanders die bezig zijn andere economieën over te nemen. Nee, dat zou een heel andere discussie worden. Ja. Maar toch, je moet het wel weten. Dat is wel een verschil. Maar er is natuurlijk nog een verhaal, namelijk sommige bedrijven zijn in Chinese handen zonder dat we het weten. Is dat ook het geval? Of denkt u dat iedereen wel weet dat Chinees, bijvoorbeeld Kruidvat, dat is langzamerhand een verhaal, maar veel mensen denken, oh ja, dat is waar ook. Maar welke bedrijven nog meer? Ik denk niet dat daar geheimzinnig over gedaan is, maar je moet het willen weten, zal ik maar zeggen. Hè? En, maar als je het niet weet, dan denk je, er is ook niks aan de hand. Dan kun je dan, mensen die nu die zeggen, oh, pas op, dan denk je, nou ja, kijk, maar daar gaat het voorbeeld van ECT is denk ik een goed voorbeeld. Dat is niet iets wat pas de laatste 2 jaar zo is, maar dat is al 10, 12 jaar is dat zo, hè? Dat ECT in Chinese handen is. En daar hebben we denk ik niet veel van gemerkt in de zin van dat dat voor ons nadelig is geweest of op andere manier. Hè? Nou zegt de mevrouw van Pinkster wel, er is een verschil tussen de Chinezen en de Hongkong-Chinezen. En inderdaad zie je toch de Hongkong-Chinezen ook in andere landen, dat zie je geloof ik in Groot-Brittannië ook. Hè? Die zetten daar niet snel hun eigen mensen neer, maar die laten daar mensen uit het land zelf in de leiding zitten. Zie je dat verschil overal, ook in Nederland? Ja, maar ik denk dat er eigenlijk nog een belangrijker verschil is. En dat is vooral dat als je wel kijkt naar bedrijven die dus uit de Volksrepubliek China echt komen, uit het, zeg maar, het echte vasteland van China. China heeft een bepaald beleid. Hè? Zit achter bijvoorbeeld ook zo'n idee van we gaan nu meer Europa in. Stuurt bedrijven dan ook meer Europa in en heeft daar een soort toch een groter plan vaak achter. Nou zijn er natuurlijk ook heel veel private bedrijven. Wat is het grote plan met Europa dan? Dat is het verhaal van de waardeketen. Dat is toch de waardeketen? Zorgen dat je kennis naar je toe haalt om sneller betere producten te kunnen maken die succesvoller kunnen zijn. Gaat het ook om gevoelige kennis? Ja. Bijvoorbeeld kennis van belangrijke technologische kennis? Zeker.
Kerncentrales? Je wilt natuurlijk heel graag proberen zoveel mogelijk kennis naar je toe te halen, hè, in het Chinese ogen. Want nogmaals, ze willen hun economie nog beter laten presteren eigenlijk. Misschien lagere groeicijfers, maar dan wel graag meer toegevoegde waarde naar China zelf. Dat is in feite, denk ik, het spel wat daar gespeeld wordt. Dat is overigens niet iets om speciaal bang voor te zijn, maar het is vooral iets om je af te vragen van oké, in welke race zitten we eigenlijk? En ik vind dat dat een vraag is die we onszelf wel iets beter mogen stellen. Was het antwoord dan op die vraag? Oh, welke race is, dat is naar mijn smaak heel duidelijk. Het wordt straks een concurrentieslag om kennis, technologie en innovatie. En dat betekent, omdat wij daarin een uitstekende uitgangspositie hebben, wij is dan Nederland, Europa, ook natuurlijk Noord-Amerika, dat we ontzettend in onze kennisinfrastructuur moeten investeren. Daar zijn we veel en veel te mager mee bezig. We hebben fantastische universiteiten, we hebben fantastische kennisinstellingen. En dat is eigenlijk onze ticket naar de toekomst, om het zo maar eens te zeggen. En we gaan daar niet scheutig mee om. Maar ik denk dat er nog iets anders aan is. Ja, er is één punt wat er gewoon, denk ik, anders in zit in die concurrentie, in die competitie. En dat is dat Nederlandse bedrijven dat min of meer voor zichzelf moeten bedenken en die innovatie moeten creëren. En dat ook inderdaad heel goed doen. Maar dat dat Nederlandse bedrijven ook toch meer vastzitten aan een soort aan winsten die ze op korte termijn moeten halen. En die dus daarmee dingen kunnen doen die misschien voor zo'n bedrijf interessant zijn, maar voor het land niet per se. Terwijl China die bedrijven toch wel meer stuurt op wat er voor het land van belang is. En daarmee voor zichzelf een soort concurrentievoordeel. We krijgen het nieuwe vijfjarenplan natuurlijk. Hè? En dat is denk ik wat Garry bedoelt. Daar wordt dus meer strategisch gedacht wat goed zou zijn voor China. En daar wordt ook op ingezet. En men heeft ook natuurlijk enorme middelen. Hè? Een grote zak met geld. Om dat beleid ook te kunnen uitvoeren. Maar moeten we alle kennis aan de Chinezen afstaan? Moeten we de Chinezen overal binnenlaten? Of moeten we op sommige plekken zeggen, die zijn cruciaal, dan moet je wegblijven? Moeten ze wegblijven? Het is wel zo. Nou, gaat u gewoon mevrouw Van Pinkster, meneer Van Berg, zo netjes om u het woord te geven. Ik denk dat er deels, kijk, waar je bijvoorbeeld op zou moeten. Ik vind zoiets als een kerncentrale in Engeland, waar China mede-eigenaar van wordt. Hè, dat vind ik wel iets waar je over zou moeten denken. Is dat voor ons niet cruciale infrastructuur? China zou zoiets zelf niet makkelijk toelaten als wij deels eigenaar zouden willen worden van hun centrale belangrijke energievoorzieningen. Dat heeft ook een politieke implicatie natuurlijk. Want hoe gaan wij ons verhouden bijvoorbeeld tot de Verenigde Staten als China voor ons in die cruciale sectoren van onze economie zo sterk aanwezig is? Kunnen wij dan nog wel politiek gezien met Amerika meegaan? Of zullen wij dan automatisch geneigd zijn om toch wat meer met China mee te gaan? Dat zijn wel dingen die je moet overwegen. Ja, hele infrastructuur en energie, dat zijn natuurlijk heel cruciaal. Dus daar paal en perk wel aan stellen, vindt u dat ook? Nou, ik vind dat die strategische blik waar Garry het over heeft, die dus in Beijing met grote verve wordt uitgedacht, dat mogen wij hier ook wel een beetje meer ontwikkelen. Van wat vinden we oké, wat vinden we misschien niet zo oké. Dat is in feite wat je zegt. Kijk, ik denk wel dat het zo is dat ook Chinese bedrijven in Europa, die kunnen wel misschien fantastisch door Peking worden aangestuurd, maar ze zitten wel in onze spelregels. Ja. Dus die gaan daar ook lessen leren. En dat betekent dat er toch een soort congruentie komt in modellen, zal ik maar zeggen. Dat is de hoop, hè? Ja. Maar wat ik ook nog wel eens de angst heb, hè? Ik bedoel, misschien gaat dit inderdaad zo gebeuren, maar ik heb ook nog wel eens de angst dat dat niet gebeurt. Maar dat wij op een bepaalde manier een beetje ver-Chinees in onze regels. Horen het, hè? Onverbiddelijke einde van dit deel van het programma. Ja. Ik dank u hartelijk voor dit verhaal. En hopelijk kunnen we hier nog een keer verder over doorpraten. Ja. Dit is een mooi begin, dank u wel. En straks na de reclame, welke 100 innovatieve toekomstmakers gaan de wereld veranderen? En wat heb je aan de kadaverdiscipline van het Korps Mariniers in het zakenleven? Straks hoort u het. Tot zometeen.